500 voetbalshirts, 168 paar voetbalschoenen, geen replica's, allemaal origineel. Jos Lensen heeft een mini-voetbalmuseum. Er is een oranje kamer waar PSV'ers de boventoon voeren. Maar voor het echte werk moeten we een deur verder. Daar hangt, ingelijst, het pronkstuk. Uit de Europa Cup 1 finale PSV Benfica, gedragen door Hans van Breukelen. Ja, daar ben ik natuurlijk bijzonder trots op. Dat is toch wel een van de blikvangers in mijn verzameling. En ja, als je dan 5 jaar later na de finale dat shirt van Hans van Breukelen persoonlijk krijgt, ja, daar kan ik wel zeggen, bijzonder trots en blij mee. En dus hangt dat shirt in de Europa Cup 1 finale hoek met een persoonlijke boodschap van De Breuk. Uiteraard ook een programmaboekje en een toegangskaart van de wedstrijd tussen PSV en Benfica, want Lensen was erbij in Stuttgart op 25 mei 1988. Die wedstrijd vergeet je nooit meer. Een draak van de wedstrijd bij wijze van spreken, super spannend. Ik ben 10 jaar ouder geworden bij wijze van spreken, maar ja, fantastisch natuurlijk. Als je die cup met die grote oren wint, dan mooier kan natuurlijk niet. Veel of zo is dat. Een ervaren verdediger. Van Breukelen. Veloso. Ja, ja! PSV niet. PSV pakt de Europa Cup. Maar er is meer dan alleen dat shirt van Van Breukelen. Ook een Benfica-tricot mag niet ontbreken. En er is nog een bijzonder exemplaar uit de finale. Nummer 3, dat was onze verdediger Ivan Nielsen. Samen met Ronald Koeman toen het centrum vormend. Ja, schitterend, die heb ik enkele jaren later gekregen van de assistenttrainer van toenertijd, Hans Dorier, waar ik goed contact mee had en ja, onder andere kreeg ik dit shirt van hem. Maar het lichtblauw blijft uniek, waarover Jos Lensen maar niet uitgepraat raakt. Het maakt herinneringen los, zeker nu PSV en Benfica weer aan elkaar gekoppeld zijn. En dat los van die uitslag van vorige week in Lissabon. De man van het bolletje, die een geweldig jaar daaroverheen gooide. Die niet stuk te krijgen was. Ja, die ene blauwe trui, ja, iedereen kent hem. Hoe vaak is hij niet op tv geweest, de actie, de beslissende penalty. En dan elke keer gaan die herinneringen leven dan weer op.